Vandaag wil ik het hebben over het meest onderschatte risico in mijn ogen voor de beurs in 2022. En dat is de economische groei in China. Op dit moment heeft China twee grote problemen. Dat is de aanpak van de coronacrisis die nogal star is in dat land. En de tweede, de vastgoedcrisis Evergrande, waar vorig jaar veel aandacht voor was, maar die aandacht is wat weggehebt. Maar ik denk dat dat nog steeds langer termijn implicaties kan hebben voor de Chinese economie. En als we nou inzoomen op die vastgoedcrisis, denk ik dat dat op de volgende manier werkt. Veel vastgoedbedrijven, zoals Evergrande, komen in de problemen. Die moeten hun vastgoed verkopen. En daardoor raken andere vastgoedbedrijven in de problemen, omdat er weinig logische kopers zijn, veel logische verkopers van dat soort vastgoed. Daardoor dalen de prijzen en daardoor komen weer meer vastgoedbedrijven in de problemen. Dus als de waarde van de spaargelden, en in dit geval dus ook vastgoed, daalt in China, kan dat een hele grote knauw geven aan het consumentenvertrouwen. En ik denk dat dat verder de Chinese economie kan schaden in 2022. En nu zijn er al bepaalde datapunten die ik heb gezien in de afgelopen weken, maanden, die wijzen op een afkoeling van de Chinese economie. Ten eerste zien we de leninggroei in China. In december was die 10% onder de verwachting en in november 18%. Dus de verwachtingen in december die waren al aangepast naar beneden door de slechte data van november. En nog steeds zaten ze 10% onder de verwachting. Dat zie ik dus als een negatief teken, terwijl kredietgroei in China een heel belangrijk instrument is om de economie te laten groeien. Dat zagen we de afgelopen jaren. Dus dit is al negatief teken 1. 2 zijn de winkelverkopen in China. Die lagen in december maar 5% hoger dan een jaar eerder. En een jaar eerder lagen ze ook maar 5% hoger dan een jaar daarvoor, dan 2019. En dat klinkt wel hoog, een 5% groei van de winkelverkopen, maar voor Chinese begrippen is dat echt niet veel. Voor de coronacrisis lag het structureel boven de 8% elke maand die winkelverkopen. Dus 5% betekent eigenlijk dat ze inmiddels al 6% achterlopen ten opzichte van het pad voor de coronacrisis. En als we even de vergelijking trekken met de VS, in de VS liggen die winkelverkopen boven het pad van voor de coronacrisis. Dus in China daaronder. Dus het gaat behoorlijk slecht in China in relatieve zin. En als laatste hebben we nog de Bank of America High Yield Bond Index voor Chinese dollarobligaties. Die staat op dit moment op het laagste punt ooit en 40% lager dan in mei vorig jaar, wat het hoogtepunt was. Nou, wat betekent dat nou in de praktijk? Die bedrijven die in die index zitten, dat zijn voornamelijk bedrijven met een lage kredietwaardigheid, moeten op dit moment een rente betalen van 22,5% gemiddeld als ze zich willen herfinancieren. Nou, hoeveel bedrijven kent u nou die zich tegen 22,5% kunnen financieren en nog steeds levensvatbaar zijn? Ik ken er niet veel. Precies zo is dat in China. Dat is geen gezonde situatie. Dus veel van die bedrijven zullen failliet gaan. En die beleggers die in de markt zitten, die zien dat heel goed. Die zitten er dicht bovenop. En je ziet ook dat elke maand die kredietwaardigheid, die problemen verder oplopen. Die kredietwaardigheid die gaat dan naar beneden. Dus dat zijn grote problemen die ik voorzie voor de Chinese economie. Vandaar ook dat Goldman recentelijk de economische groeivoorspelling van China heeft teruggeschroefd naar 4,2%. Dat is ten opzichte van voor de coronacrisis echt heel weinig voor Chinese begrippen. Dus ik zie daar eigenlijk nog meer risico's dan Goldman. Dat kan nog verder dalen en dat kan uiteindelijk de wereldwijde aandelenmarkt onder druk zetten.